Goedendag en welkom bij de infosessie rond milieu- en preventiemanagement. Ik ben professor Anja van den Broek en namens het hele docententeam wens ik jullie van harte welkom in deze infosessie. Wat doet een milieu- en preventiemanager eigenlijk? Wel, hij of zij kan vragen beantwoorden zoals hoe kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen en hoe kunnen we meer duurzaam omspringen met de materialen die we hebben. Anderzijds gaan milieu- en preventiemanagers ook in op hoe kunnen we stress en burn-out verminderen binnen bedrijven en hoe stellen we veilige evacuatieplannen op. Ze gaan daarnaast ook in op vragen als hoe kunnen we gemeentes duurzamer maken, zodat ze zorg dragen voor de mensen die er wonen, de natuur en de omgeving. Of hoe kunnen we de circulaire economie stimuleren waarin er geen grondstoffen verloren gaan. Milieu- en preventiemanagers gaan ook proberen iedereen mee in het bad te krijgen. Ze gaan proberen leidinggevenden en CEO's te overtuigen om te investeren in het milieu en preventie. En ze gaan proberen mensen die betrokken zijn zelf mee te laten werken naar de veiligheid voor zichzelf en anderen en het milieu. Een milieu- en preventiemanager heeft dus een hele diverse, ruime job. Sommigen specialiseren in bepaalde thema's, anderen proberen zoveel mogelijk te combineren in het aspect van duurzaamheid. Is de opleiding Milieu- en Preventiemanagement iets voor jou? Wel, misschien heb jij een groot hart voor de natuur en het milieu en vind je dat we meer duurzaam moeten omspringen met onze planeet. Misschien word je warm van werken met mensen en ben je bekommerd om hun fysieke gezondheid en mentaal welzijn. En wil je je inzetten voor een duurzame maatschappij die aandacht heeft voor mensen en het milieu. Misschien ben je geboeid door managementvraagstukken en ben je ervan overtuigd dat onze organisaties en bedrijven waarin we werken een grote rol spelen in hoe mensen zich voelen en hoe we omgaan met onze omgeving. Misschien heb je interesse in natuurwetenschappen en wil je je kennis hiervan inzetten om mensen en milieu duurzamer te maken. Of je wil evidence-based werken en bent wel nieuwsgierig naar hoe onderzoek en praktijk gecombineerd kunnen worden om te werken aan duurzaamheid. Of je bent geboeid door hoe medewerkers, management en overheid kunnen samenwerken om een betere maatschappij te maken. Als je deze interesses hebt, of nog andere, dan kan milieu- en preventiemanagement zeker iets voor jou zijn. Welke voorkennis heb je nodig? Wel, we weten dat studenten die een ASO-opleiding hebben gevolgd met minstens 4 uur wiskunde een hogere kans maken om te slagen voor deze opleiding. Kennis van economie en wetenschappen is niet nodig. We starten van nul. De opleiding wordt in het Nederlands gegeven en onze locatie is gesitueerd op 10 minuutjes stappen van het Centraal Station van Brussel. Het is een veilige omgeving in het historisch hart van onze Europese hoofdstad. Waar focussen we ons op in de opleiding Milieu- en Preventiemanagement? Wel, zoals het woord zelf zegt, ligt onze inhoudelijke focus enerzijds op milieu en anderzijds op preventie of welzijn, wat te maken kan hebben zowel met de fysieke gezondheid van mensen als hun mentaal welzijn. Wanneer je beide combineert, spreken we van duurzaamheid. Binnen de opleiding geven we jou een multidisciplinaire kijk mee. Je krijgt les van natuurwetenschappers die expertise hebben in aardrijkskunde en chemie, maar net zo goed van humane wetenschappers, economisten, psychologen en zelfs pedagogen. We proberen jou de verschillende kaders mee te geven om vanuit een multidisciplinaire hoek te kijken naar milieu, welzijn en duurzaamheid. De nadruk ligt op beleidsmatig en managementgerichte aanpak. Dus we proberen in te werken op hoe de overheid denkt over duurzaamheid en hoe organisaties ermee aan de slag gaan. We werken volgens de principes van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel gekend als de 5 P's van duurzame ontwikkeling. Binnen de opleiding Milieu- en Preventiemanagement kijken we dus naar het milieu, de planeet, het welzijn van mensen en doen dit binnen maatschappijen en organisaties die welvarend zijn. We houden daarbij rekening met verschillende partnerships. Met wie werken we? Voor wie doen we hier bepaalde dingen? Wie zijn onze klanten? Wie zijn onze leveranciers? En kunnen we ervoor zorgen dat hun belangen allemaal vertegenwoordigd zijn? En werken we in een vredevolle omgeving? Al deze aspecten samen zorgen voor duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling krijgt binnen organisaties de vorm van duurzaam ondernemen. Hoe kan je duurzaam ondernemen? Wel, in de eerste plaats gaat het over ondernemen met zorg voor het milieu. Hoeveel afvalstoffen scheid je uit? Waar ga je naartoe met je afval? Hoeveel energie gebruik je en hoeveel andere natuurlijke rijkdommen gebruik je om jouw producten of diensten te verlenen? Ten tweede gaat het over ondernemen met oog voor het welzijn van medewerkers en andere stakeholders.
Kunnen leveranciers veilig werken? Is de fysieke gezondheid van buurtbewoners gegarandeerd? Hebben medewerkers de juiste materialen om hun lichaam niet te veel te belasten? En wat met hun mentale gezondheid? Kan je de werkomgeving zo inrichten dat ze bijdraagt aan het psychosociaal welzijn van mensen in plaats van er afbreuk aan te doen? Een derde aandachtspunt voor duurzaam ondernemen is het creëren van gedeelde waarden. Kan de organisatie blijven bestaan? Doet ze wat ze heeft voorgenomen om te doen? Is ze innovatief? En werkt ze samen met verschillende stakeholders? Gaan ze werknemers eerlijk betalen? Binnen de opleiding NPM werken we met verschillende leerlijnen of clusters van vakken. En opnieuw zie je hier de verschillende thema's terugkomen. Binnen de vakken rond milieu gaan we in op de vervuiling en hinder, kijken we naar natuurlijke rijkdommen en energie, het klimaat, de natuur en de biodiversiteit. Op het einde van de opleiding kan je bijvoorbeeld zo een kritisch oordeel vormen van hoe organisaties zorg dragen voor het milieu. In de leerlijn preventie werken we rond het welzijn van werknemers en andere stakeholders. Je krijgt hier een multidisciplinaire kijk op de verschillende welzijnsthema's. Deze gaan van veilig werken, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van procedures en veiligheidshelmen, tot fysieke en mentale gezondheid. We kijken of werktuigen en plaatsen niet te belastend zijn voor mensen, bijvoorbeeld staat mijn werktafel niet te hoog, en moet ik werken met schadelijke stoffen of in kleine donkere ruimtes. Er is aandacht voor stress en geweld op het werk. En wanneer je afstudeert, kan je een integraal preventie- en welzijnsbeleid uitwerken voor organisaties, waarin er oog is voor zowel de menselijke als de technische kant van dit verhaal. In de vakken rond duurzaam management maak je kennis met economische begrippen en jargon en leer je de werking van organisaties beter kennen. Dit helpt dan om duurzaamheid beter te integreren in alle facetten van een organisatie en een duurzaamheidscultuur te genereren. De opleiding Milieu- en Preventiemanagement is een universitaire opleiding die gestoeld is op wetenschappelijke inzichten. Om deze beter te begrijpen, geven we je in de vakken onderzoeksmethode een kritische bril mee om naar onderzoek, organisaties en de maatschappij te kijken. Zo leer je feiten van fake news te onderscheiden. De verschillende leerlijnen of vakken van clusters omvatten dus in elk jaar een heel aantal vakken. Zo zie je dat we in het eerste jaar beginnen met heel wat natuurwetenschappen. Zo krijg je chemie, biologie, maar ook fysiologie en anatomie bijvoorbeeld. Wat deze vakken allemaal inhouden, kan je in onze brochure lezen. Belangrijk om te weten is dat je dus geen voorkennis nodig hebt. Uiteraard is een gezonde interesse wel belangrijk. In het eerste jaar duiken we meteen ook al in de praktijk. Met het vak duurzame ontwikkeling analyseer je bijvoorbeeld meteen al hoe duurzaam jouw gemeente is. In het tweede jaar wordt duidelijk dat je de natuurwetenschappelijke vakken niet zomaar hebt bestudeerd. De kennis die je daar hebt opgedaan wordt meteen ingezet om ruimere problemen rond milieu en preventie te bestuderen. Zo leer je wat je moet doen met een verontreinigde bodem en hoe je een werkplek veilig kan inrichten. Je ziet hier ook al meteen al het eerste projectwerk, dat studenten ook wel eens stage noemen. In het projectwerk Milieu ga je aan de slag bij een organisatie en los je een milieugericht probleem op. Dat kan gaan van hoe bewaren we onze chemische producten tot hoe kan ik water van een carwash terug gaan recupereren. In de derde bachelor heb je naast andere vakken opnieuw een projectwerk. Deze keer rond thema's die te maken hebben met welzijn of ergonomie. Zo kan je mee pestgedrag in een organisatie proberen te verminderen of onderzoeken hoe organisaties ervoor kunnen zorgen dat er meer brandveiligheid is. In het laatste jaar, de master, leer je om al deze basiskennis om te zetten om het beleid van organisaties en de overheid vorm te geven. Je schrijft dan ook je masterproef, een eigen wetenschappelijk onderzoek rond een zelfgekozen thema. Dit laat toe om je wat meer te specifieren in één of ander onderwerp. De opleiding NPM is een academische opleiding, maar we hebben ook oog voor de praktijk. Naast je academische diploma vergaar je daarom ook gaandeweg de attesten die milieu- en preventiemanagers nodig hebben om aan de slag te gaan. Terwijl verschillende mensen deze in avondonderwijs behalen, krijg jij ze dus in één moeite mee. Het gaat hier om preventieadviseur 1 of de specialisatie ergonomie en milieucoördinator B. Daarnaast kan je mits een extra eindwerk na je laatste jaar ook het attest milieucoördinator A behalen. De opleiding NPM heeft een ruime blik op de wereld. Ongeveer de helft van onze studenten gaat op Erasmus in het laatste jaar. Daarnaast gaan we ook op Londenreis in het derde jaar om te kijken hoe duurzaam ondernemen in een grootstad vorm krijgt. In de master kan je er ook voor kiezen om een summer school te volgen in plaats van een klassiek vak. Uiteraard krijg je ook een aantal vakken in het Engels en je kan ervoor kiezen om vakken in het Frans te volgen. Zo blijven je talen ook op punt. In de vakken behandelen we ook heel wat internationale problematieken. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat verschillende van onze afgestudeerde studenten ondertussen een carrière uitbouwden in het buitenland. Onderzoek en praktijk combineren? In de opleiding NPM doen we dat.
Zo heb je tijdens je opleiding al verschillende projectwerken of stages, waarin je een organisatie helpt een echt probleem op te lossen. Daarnaast gaan we ook regelmatig op bedrijfsbezoek. Zo komt je leerstof meer tot leven. En tot slot nodigen we regelmatig sprekers uit die vertellen over hun dagdagelijkse realiteit. Waar komen NPM'ers terecht? Wel, ik kan je al zeggen dat elk van onze afstuderende masterstudenten meteen aan de slag kan. Vaak kunnen ze zelfs kiezen uit meerdere jobs. Ze vinden hun plek in verschillende sectoren, gaande van de industrie, denk aan de haven van Antwerpen, tot de luchthaven in Zaventem, ziekenhuizen en noem maar op. Sommigen komen meer in milieugerichte jobs terecht, bijvoorbeeld bij Audi Brussel of bij IKEA. Anderen kiezen voor preventie en gaan aan de slag bij NMBS of externe diensten. Nog anderen kiezen voor een totaalpakket van duurzaamheid, of kiezen voor onderzoek of beleidsvoorbereidend werk bij de overheid. Werkzekerheid gegarandeerd, in België of daarbuiten. En sommige van onze studenten doen er nog een jaartje bij, al is dat niet nodig om kans te maken op de arbeidsmarkt. Waarom zou je kiezen voor milieu- en preventiemanagement? Wel, NPM is iets voor jou als jij iets wil betekenen voor het milieu, mensen en organisaties en wil meewerken aan een betere en duurzamere wereld. Van bij de start bereiden we je voor op je latere rol als milieu- en preventiemanager. We zetten dus in op wat we noemen de disciplinary future self. We combineren onderzoek met praktijk en geven je dus naast kennis ook heel wat vaardigheden mee. We stomen je klaar voor een carrière waarin je vaak in interdisciplinaire teams zal werken en leren je meteen hoe je een professioneel netwerk kan uitbouwen. Dit hele pakket geeft je heel wat jobzekerheid, niet alleen bij de start van je carrière, maar gedurende je hele loopbaan. Klinkt de opleiding NPM je als muziek in de oren? Onze alumni zijn alvast enthousiast. Ze waarderen de praktijkgerichte insteek via onder meer de projectwerken en voelen zich goed voorbereid op het bedrijfsleven. NPM is met andere woorden iets voor jou wanneer je duurzaam ondernemen een logische keuze vindt voor jou en de maatschappij, omdat je respect voor mensen en of het milieu belangrijk vindt in onze samenleving. We hopen dat deze video jouw keuzeproces heeft vergemakkelijkt en we wensen je heel veel succes bij het maken van je keuze. We hopen jou bij NPM te mogen verwelkomen. Ons bedrijfsleven is er absoluut klaar voor.